het over IJssel. Ze zit hier op haar plek. Kijk hier in haar leven vanaf haar mooie stek. Leef met haar samen, de dingen te groot of klein. Hier is weer een nieuwe vlog van Geboren Marjolein. Hey hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is inmiddels alweer zondag. Ik heb afgelopen week niet zo heel veel tijd en energie gehad om veel te vloggen. Maar ik ga natuurlijk wel weer een vlog online zetten vanavond. Dus ik heb weer wel bedacht wat ik ga maken. Dus dat ga ik even met jullie delen. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken en hoe dit gaat smaken natuurlijk. En als eerste ga ik even de mixer pakken. Dus dat ga ik nu even doen. En als eerst ga ik dus de boter pakken. En dat, met de boter lukt niet echt. Dus ik laat het een heel klein beetje warm worden. Waardoor het straks wat soepeler gaat in de mixer. Nu ga ik de eieren toevoegen. En zoals in vorige vlogs genoemd, deze eieren komen toevallig weer bij mijn ouders vandaan. Dus die zijn natuurlijk weer extra lekker. En ook moet ik water toevoegen. Dus dat ga ik nu ook even doen. Nou, en alles zit er dus nu in. Dus ik ga druk bezig met mixen. En daarna volgt de volgende stap. En daarvoor ben ik dus ook die bakken nodig. Nou, en ik haal dus net de verpakking open van de cupcakes. Er zitten dus drie beslagzakjes in met inhoud rood, geel en groen. Ook 10 vormpjes, dus die hoef ik zelf niet te zoeken. Dus ik ga dit verdelen over 3 kommen en dan moet ik alles tot 1 massa kloppen. Nou ja, eigenlijk in 3 bakken met 3 verschillende kleuren. En dan hoop ik dat ze er straks zo uitkomen te zien. En ik ga dus beginnen met kleur 1 en jullie gaan dus zometeen zien welke kleur dat gaat worden. Ja, ik weet het. Maar jullie gaan het dus zo zien. Ik ben heel benieuwd hoe zichtbaar dat ook tevoorschijn komt. Zoals je ziet is het dus de kleur geel. Nou vind ik de geel niet echt heel fel zoals op de foto. Maar misschien komt dat nog. Dus dit gaat nu in dit bakje even voor nood. Omdat we dat straks weer nodig zijn. En dan ga ik bezig met de volgende kleur. Ik zeg, die 3 kleuren is echt wel een leuk idee. Echter moet je steeds alles schoonmaken. Dus het kost wel extra veel tijd. Maar ja, ik ga heel benieuwd zijn wat dit voor kleur is. Ik denk het al zie. Het wordt al een beetje groen. Dus ik ga ervan uit dat dit groen is. Nou, en dit is dus het eindresultaat van groen. En zometeen gaan we bezig met de kleur rood. Dit is dus duidelijk rood geworden, al vind ik het meer roze. Dat is geel en dat is groen. En wat nu de bedoeling is dat alle kleurtjes... De oven is ook voorverwarmd trouwens. Die kan eerst nog even wachten. Want ik moet eerst alle kleurtjes in de vormpjes doen. En dan moet het 12 tot 15 minuten in de oven. Dus daar ga ik even mee bezig. Nou, en dit is dus het eindresultaat. Dit gaat 12 tot 15 minuten de oven in. En dan ben ik heel benieuwd hoe het uit de oven gaat komen. En natuurlijk hoe het eruit ziet en hoe het gaat smaken. En dit is dus het eindresultaat. Ik vind het niet slecht. De foto is er natuurlijk altijd wat feller, zoals je ziet. Maar de kleuren zie je nog wel goed. Of in ieder geval de verschillen. Dus ik ben heel benieuwd als ze zijn afgekoeld hoe het gaat smaken. Ik sluit hierbij in ieder geval de vlog af. Ik zeg dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei.